Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe aflevering van Minecraft Minigames, aflevering 70. Ik wil jullie veel plezier wensen met het kijken in deze video. Hij is heel erg leuk en tof geworden. Dus ja, ik ben er heel blij mee. Ik heb heel veel plezier gehad. Dus ja, pas op dat je er niet te veel honger van krijgt in het begin. Want ja, het is iets dat daagt toch wel uit om honger te krijgen. Dus ja, in ieder geval, heel erg veel plezier met kijken naar deze video. En zou ik zeggen, doe vast een blauw duimpje omhoog en volg hem op Twitter, Ronnie Games. Bye! Hallo mensen, leuk jullie kijken naar weer een nieuwe aflevering van Minecraft Minigames. Het is aflevering... Wat zou het zijn? Ik moet even spieken, want ik weet het niet uit mijn hoofd. Niet meer tenminste. Als het goed is, is het aflevering 69. Kijk, helemaal spontaan. Zo, helemaal spontaan natuurlijk. Het is natuurlijk aangezien de minigames is, kan het echt alles zijn. Dus deze week doen wij, of eigenlijk vandaag doe ik... hoe heet het? Dwalls. En ik ken deze map helemaal niet, maar het ziet er wel super vet uit. Oké, welk team neem? Kijk, ik wil team blauw. Team blauw. Oh. He's already full. Oh. Even kijken. Ik wil eigenlijk blauw joinen. En groen of groen. Echt alleen... die zijn allebei degene die ik wil joinen, zijn allebei vol. Is niet vet. Oh, vet. Nu ben ik blauw. Oké, ik wil blauw zijn, dus weet je. Iemand is waarschijnlijk per ongeluk geliefd. En nu zit ik er lekker in. Uit. In ieder geval, ik weet niet. Ik zeg even bij. Ik weet, het ziet er echt heel mooi uit. Wauw. Het ziet er echt heel mooi uit. Het lijkt een beetje op een candy ding. En volgens mij is het ook candy. Dus snoep. Maar het ziet echt super vet uit. Ik zeg verder. Oh, ik zie ook zuurstok in de midden. Kijk, ik zeg even erbij dat ik nog nooit Dwalls gespeeld heb. Ik heb het alleen gezien en... Oh, kut. Ik miste het hier gewoon. Oh, wat moet... Oké, eens even kijken. Ik doe natuurlijk alles opnemen, dus ik wil even kijken wat het allemaal inhoudt. Ik ga het gewoon even snel doorlezen. Oké, ik begrijp het niet helemaal veel. Ik begrijp er niet heel veel van. Maar ja, dat gebeurt wel eens. Heb je wel eens. Toch? Hey. Dankjewel. Zo, ik heb er niet heel veel aan. Ik denk dat ze alle goede spullen al weg hebben gehaald. Maar ja. Eens even kijken wat hier allemaal ligt. Er zit hier in ieder geval iron, dat zie ik al. Ik weet dat ik zo heel erg moet gaan minen. Maar ik doe gewoon mijn best in wat fuck. Tracht hij alleen een onderbroek en een shirt. Ik denk dat ik wil het niet eens weten eigenlijk. Weet ik dat? Nee, eigenlijk niet. Misschien zit hier wel iets onder. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet hoor. Ik weet het van dit weet ik echt niet. Misschien zitten we iets op de berg. Ik ga gewoon even kijken. Misschien ben ik nu echt kansloos bezig. Dan zit er helemaal niks. Maar ja. Oh. Is dit een trap of zoiets? Oh. Dat is waarschijnlijk gewoon om af te leiden. Heel slim, heel slim. Ik geef toe. Waarschijnlijk gewoon om af te leiden. Dat denk ik tenminste. Kijk. Oké. Zo, 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 kijk. Dikke parcours skills hier, oh. Oh, kut. Wacht. Let op. Let op, hoor. Komt het. Kijk, daar ben ik weer een blokje hoger. Maar dit duurt natuurlijk heel lang. Weet het dat hier helemaal niks op is en dat ik helemaal voor niks naar boven ga? Dat is weer echt iets voor mij, hoor. Om voor helemaal niks naar boven te gaan. Dus voor de mensen die dat niet door hadden. Het kan heel goed. Zit hier iets? Volgens mij zit hier echt niks. Even kijken. Om nou te zeggen dat ik hier heel veel aan heb? Nee. Misschien kan ik ook wel gewoon dat nutteloze persoon zijn in het team. Dat kan ik misschien ook wel. Maar what the fuck is dat? Ik heb echt geen idee. Had ik maar weer naar beneden gehad. Ik ben echt een kansloze teammaatje. Op deze manier. Dus ja. Ik heal. Volgens mij wel. Dus. Dan is dat vallen ook niet zo erg. Dat is natuurlijk ook geleegd. Ik wist helemaal niet van kist af. En hun natuurlijk wel. Dus hun pakken hun looten meteen alles. Maar ik wist van niks. Ze zitten met z'n allen beneden. Moet ik ze maar snel gaan helpen. Of niet? Ik denk van wel. Oké, waar staan de bomen? De bomen. Laten we even een boompje hakken. Zo. Ik ben volgens mij... Wat, we zijn alweer drie... Ja, ik ben al 3 minuten in game.
Maar ik ben al 10 minuten of 5 minuten aan het opnemen. Ik weet niet hoe lang dit duurt. Ja, het duurt nog 11 minuten. Ik ga gewoon de aflevering zo lang maken als het potje duurt. Dus niet van, weet je, 15, het gewoon een kwartier van, weet je, stop het in 2 afleveringen splitsen. Nee. Ik ga het gewoon het potje afmaken zoals die, zoals die hier zou horen. Dus, ja. Yeah. Ik ga gewoon niet dat jullie van, niet dat jullie dan een paar dagen van, oh, ik wil eigenlijk het einde, ik wil eigenlijk weten hoe het is afgelopen. En dan weten jullie het, dan kunnen jullie het niet weten, dan moeten jullie wachten. Het is natuurlijk wel een manier om misschien bekijks te krijgen, maar op die manier wil ik geen weergave krijgen eigenlijk. Als ik heel eerlijk ben. Dat hoef ik, op die manier hoeft het van mij niet. Als ik heel eerlijk ben. Nee, ik vind het echt niet, ik vind het op die manier vind ik het niet nodig. Dus ja. Oké. Die hebben we. Oké, we pakken even stone erbij. Zo, sneeuw aan de kant, dankjewel. Even wat stone dat ik spullen kan maken. Zo. Kijk, dit wordt hem hoor, dit wordt hem, ik voel het gewoon. Zo, ik heb 9, daar kan ik in ieder geval een beetje tools van maken. En zo. En die zo en zo en dan nog een sword. Weet jullie ook meteen dat je met negen stuks je hele tools kan maken, voor de mensen die dat nog niet wisten. Bij deze dan eens even kijken. Nee, deze moet eigenlijk hier nu in dit geval, hè? Zo. Heb ik echt zo'n standaard kitje gemaakt. Maar ja, ik neem gewoon deze 2 workbenches mee. Laten we dan maar snel naar beneden gaan. Want waarschijnlijk heeft iedereen gewoon al alles voor mijn neus weggepakt. En ben ik nu natuurlijk kansloos. En oh kut, het is hartstikke donker. Ik wil jullie eigenlijk wel wat laten zien. Maar jullie zien het nu niet. Ik moet ook even mijn best doen om te zien wat er allemaal hier is. Maar ik zal proberen zo snel mogelijk zo'n kool te vinden. Om het jullie alles te goed te kunnen laten zien. Oh, found it. Oké, top. Ja. Dat is toch top. Je kunt hier ook meteen weer wat zien. Ik weet wel dat ik weet wel. Ik zie eigenlijk uit wat ik nu zie allemaal zie. Dat hier gewoon om het makkelijk te maken heel veel spul zit. Ik neem ook gewoon kool. Ik neem heel wat kool mee. Laat ik alvast even wat toortjes maken. Dat jullie alvast kunnen zien dat ik kool weghak. Kunnen jullie dat alvast zien? Ik heb het licht niet specifiek nodig. Maar het is puur omdat jullie niet een beetje van. Zit te wachten. Duurt lang. Dat jullie niet dat hebben. Dus ja. Ik denk dat ik echt met binnen no time al mijn gear voor mekaar heb hoor. Zo. God, zit hier echt heel veel iron. Zo, man. Jesus. Oh, ik ging echt bijna missen. What the fuck. Eens even kijken. Eens even kijken. Er is niks te kijken hier. What the fuck, Roddy. Ik heb ondertussen al 16 iron, dat is goed. Oeh. En ik zou hier even naar beneden gaan. Oh, mijn arm kriebelt. Wacht. Oké, top. Opgelost. Oh, dan ligt mijn arm beneden. Kut. Moet ik maar even naar beneden. Het is niet anders. Kom op, geef me die iron dan. Toppie. Top. Nee. Nee. Zo, beter. Zo. 22, 23, 24, 25, 26. 27, 28. 29. Ja. Zo. Kijk, nog meer gewoon. Het zit er gewoon onder. Zo ben ik zo klaar. En aangezien hier niemand is op dit moment, kan ik gewoon rustig alles gaan smelten straks. Dat is toch wel mooi, hè? Dat het allemaal kan. En dan gaan wij gewoon hier naartoe. Ik weet niet of jullie nu alles goed kunnen zien, maar dan ga ik zo even bijlichten. Dat komt wel goed. Dan kunnen jullie weer wat zien. Dat is ook wel leuk en handig misschien. Leuk en aardig uiteraard. Zo, ik ga even een beetje wat uithakken, dat ik even een beetje ruimte heb. Misschien moet ik gewoon eerst alvast even wat neerzetten. Oh, nu is het hier natuurlijk fucking donker. Dat is helemaal niet slim. Dan pakken wij onze workbench.
Doen we gewoon in de vloer. Geen extra ruimte verspillen. Doen we even wat ovens maken. Dat doen we zo. En dat doen we zo op de muur. En dan doen wij zo. Zo. En zo. En zo. Kijk. Dan ga ik nu even verder uithakken dat ik wat meer ruimte heb. Dat alles straks even wat sneller gaat. Dan heb ik ook meteen meer kobbel. Dus dan is dat ook heel handig. Heel handig uiteraard. Dus ja. Oké. Nog eentje erbij. Een furnace erbij. Oké. Hier zit één in. Hier zit zoveel in. Haal ik hier de helft uit. En dan doen we dat natuurlijk hierin. Kijk. Ja, geef het ook maar aan mij. Kom maar op. 6 minuten. Oh nee. Nee, ik heb echt niet genoeg arbeid om alles te maken hoor. Oh. Oh, 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 oh. Nee, ik heb genoeg arbeid om alles te maken volgens mij. Dat heb ik niet met zekerheid te zeggen, dus laat ik nog maar even doorminen. Voor de zekerheid. Misschien zit hier gewoon nog wat, weet je. Ik weet het niet. En eigenlijk zo nog even naar buiten moeten. Te kijken voor diamonds. Maar volgens mij moet ik eigenlijk wanneer de walls naar beneden gaan, moet ik boven zijn. Om in het midden diamonds op te halen. Tenminste, ik dacht dat het zo zat hoor. Ja, ik weet het niet zeker. Ik ken deze game niet uit mijn hoofd. Er zijn er echt ongetwijfeld mensen die denken van oh god, dat je dat niet weet. Nou, sorry dan. Mijn excuus. Ik weet het echt niet. Ga ik hier wel genoeg aan hebben? Nu weet ik het even niet. Oh, wacht. Ik heb 19. Laat maar. Ik heb wel genoeg hier aan hoor. Kom wel goed. Armen pickaxe voor de diamond straks. Oké. Over 5 minuten gaan ze down. Is niet heel erg leuk misschien, maar ja. Er moet toch wel iets gebeuren. Kijk, ik heb genoeg. Zo. Oké, die en die. Voel armen pakkie. Die spullen heb ik. En heb ik nog, ik heb hier nog een iron. En ik heb hier nog niks. En ik heb hier nog, nou, waardeloos shit. Fucker. Oh, ik dacht dat het heel lang ging duren op die manier, man. Zouden er al veel mensen zijn die al full gear hebben? Of ben ik echt de eerste? Dat zou best wel vet zijn als ik echt de allereerste zou zijn. Oh, hier zit duidelijk iets naar beneden. Oh, hier zit gewoon een heel ding en ik wist wel niks. Oh, ik ga hem armen geven. Wacht. Ik ga er gewoon tools van maken. Fuck dat. Ik ga niks delen. Ik ben geen teamspeler. Zo ben ik gewoon niet. Sorry, zo ben ik niet opgevoed. Mijn excuus. Zo. Ik moet gewoon even alles hebben. Ik ga wel zwaard voor hem maken. Vind ik wel aardig. Hier man. Hey. Psst. Psst. Hey. Hier. Alsjeblieft. Gast, hij regeert me gewoon. Hier. Oh, die gast heb ik al heeft op voor arbeid. Oké, dan is het goed. Zit hier niet toevallig nog iets waardevols? Je zou toch zeggen van wel. Het ziet er wel heel mooi uit. Dat geef ik wel toe. Het ziet er heel mooi uit. Maar heb ik hier ook wat aan? Ik denk het niet eigenlijk. Oh, ik ging bijna gewoon die lava in. What the fuck? Oké. Het ligt daar prima voor mij. Ik heb het niet nodig. Van 3 minuten gaan de walls down. Had ik maar alvast de uitgang gaan zoeken al gevonden. Toppie. Ja, soms ben ik het ook gewoon kwijt. En dan van, weet je, oh god, ik weet niet waar ik naartoe moet. Oh. Oh, dan zijn hier ook gewoon mensen al aan het voorbereiden, of niet? Wat doen ze? Oh. Eigenlijk moeten wij, we moeten volgens mij... Oh, wat staat hier? Wat staat er? RIP... Relks. Ik weet niet wie Relks is, maar ik denk dat het een teamspeler is van ons. Moet ik dat maar zo zien? Ik denk het wel. Ik denk van wel. Dus ja. Rip Rex, oké, top. Wat? Top? Nee, is niet top, god niet. Sorry. Sorry aan Rex. Raam dat te zeggen, man, what the fuck. Ik vind, maar even tussendoor. Ik vind dit echt super vette huisjes en dat is hier. Ze hebben er gewoon onder de deur gegraven. Tuurlijk, doe ik ook altijd hoor. En mijn oma gewoon onder het huis doorgraven. Duurt anders veel te lang.
Leuk huisje. Ik vind het oprecht een heel leuk huisje. Er zijn allemaal redstone blocks in verwerkt. Tuurlijk. Doe maar deluxe hoor. Wauw. Echt. Jesus. Capsonus. No, no, no. Hey. Er zit er gewoon een kist. Dat zijn weer van de dingen die hun weer weten. Hè? Dat is echt typisch. Dat zijn weer van de dingen die ik natuurlijk niet weet. En hun natuurlijk dan weer wel. Hè? Hi, back telefoon. Ik ben bezig. Begrijp dat dan. Ja, met dat ding hou ik de... Die heeft natuurlijk ook al geloot. Oh, niet. Misschien wel. Ja, ik denk het wel. Oh, niet. Nou, top. Cooked fish. Heb ik meteen eten. Zou ik het nodig hebben, heb ik het in ieder geval. Oké. Okay. Oh, die is wel geloot. Oké, okay, nou best. Die pakketjes zijn leuk. Dit is een leuke map, man. Wauw. Jesus. Ik vind het oprecht een hele leuke map op deze manier. Zoals die gespeeld wordt. Nee, 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 nee. Ik heb alleen nog even niks enchant. Oh, wacht, dat moet natuurlijk in het midden. Wacht, dat moet in het midden. Zo. Ik heb vier levels. Ik moet hier klaarstaan, dus. Nou, meteen boem naar het midden rennen. Waar kan dat vandaan? Thanks, man. Altijd al gewild. Oké. Okay. Oh, ja. Op naar midden, op naar midden. Nee, ga weg! Nee, nee, nee! Oh, kut! Ben ik zo serieus zo snel dood? En ik kan niet spectaten? Wat? Nee, dat meen je niet, hè? Kan ik niet spectaten? Nee, blue. Oh, we zijn bijna dood. Oh, is dat hier een beetje loner? We zijn gewoon bijna dood al, what the fuck? Wat is er niet gewoon dikke emmer, is er niet gewoon dikke emmer op bloks in verwerkt? Ik ga gewoon even kijken. Oh, hier zit ook kisten. Zijn hier ook diamond bloks in verwerkt? Oh, geel is fucking sterk. Nee, ga weg. Het is helemaal niet... Ga weg snel, jongen. Ga snel weg. Oh, kut. Hier liggen fucking veel spullen natuurlijk. Iedereen is natuurlijk al dood hier. What the fuck? Wat zit hier? Oh, hier zitten de diamonds. De enige vier diamonds van de game. En niemand heeft een diamond genakt. Wauw. The fuck. Zijn er echt niet meer? Is er nog iemand van blauw? Er nog één iemand van blauw. Kom op jongen, je kan het. Je kan het. Ik ben hem alleen kwijt. Oh. Jij. Hier. Gast, je staat er heel erg dom. Je staat er heel erg dom bij. Hé, hey, hier is Relks. Je hoort ook bij ons, hè? Ja, vind ik ook. The fuck doe jij hier? Zet blok om je heen dat je niet doodvalt. Fuck man. Echt. Zou ze dat ze een boog gaan fixen en dat ze hem gaan schieten? Of dat ze naar boven gaan en hem dan aanvallen? Ze gaan echt wel iets doen om hem uit te moorden. Want wij... Oh, geel is helemaal dood. Oké, dat is dan wel weer positief. Dat vind ik wel weer goed. What the fuck doet hij? What the fuck schiet hij dan? Was jij dat? Oh, hij heeft een boog. Oh. Is hij al dood? Hij is nog niet dood, oké. Okay. Bouw jezelf in, jongen. Bouw jezelf in. Oh, nee! Oké, okay, nu is hij dood. Oh, niet eens. Oh, wat is die... Oh, dat is fucking lucky. Dat is fucking lucky, hè. Oh, als... Oh, ik heb respect voor die gast, hè. Ha, ik was echt al lang dood. Ja, ik was sowieso al lang dood. Wacht, laat me erin. Dankjewel. Dat is slim. Fuck you, man. Fuck you. Oh, hij kan hier gewoon langs. Fuck you. Ja, dus moet eens eng hè, om daarin te gaan. Hij doet het wel. Hij gaat alles vrijmaken. Oh, wat slim. Ik ga hem snel volgen. Waar de fuck is die gast? Even kijken. Ze zijn niet met twee man. Ze jagen echt op hem, hè? What the fuck?
Dit is fucking grappig. Kom op je gast, je kan het. Je kan het, jongen. Nee. Die gasten komen eraan, denk ik. Oh, er zitten overal zitten hier mensen. Kom op, winnen, winnen, winnen. Hij heeft gewonnen. Hij doet het hoor. Hij doet het. Hij doet het. Goed zo, jongen. Goed zo. Nee, nee, ga niet dood. Ga niet dood. Ga niet dood. Ga niet dood. Nee, hij is dood. En al die shit ligt hier zo zielig nu. Fuckers. Kunnen kan ik er ook niet meer uit. Nou, oké. Okay. Ik ben niet heel lang in leven gebleven. Echt nog niet eens een minuut toen we dood konden. Maar ja, toch, ik vond hem heel erg leuk. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet niet een like achter te laten. Te reageren en te abonneren. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Dan zeg ik ook trouwens, ik heb nu ook Twitter op voor Holding Games. Dus check het ook even op Twitter. Dus ja. Bedankt voor het kijken en dan zeg ik een dag. Later.